Wij hebben twee gezondheidsweken in de gemeente Winterswijk, waarbij iedereen heeft in kunnen schrijven op een aantal activiteiten. Ik ben ook heel blij dat we het voort kunnen zetten, want de afgelopen jaren is ook gebleken dat het gewoon een heel goed middel is om sport toch in een breder kader te zetten. En dat is ook het belang van sport, want we willen natuurlijk steeds meer toe dat sport met alle faciliteiten die we hebben een verbinding maakt met het sociaal domein. En dat kun je op deze manier door middel van de buurt sportcoaches kun je dat uitstekend doen. Heeft in de afgelopen 4 jaar uitstekend gewerkt. En we gaan ervan uit dat dat in de komende tijd met de samenwerkingen die er zijn op zijn minst net zo goed gaat doorwerken. Winterswijk is een gezonde gemeente, maar het kan nog steeds veel gezonder. Dus laten we daar met z'n allen aan werken. Nogmaals, heel veel succes en bedankt dat jullie allemaal hier naartoe zijn gekomen. En dan kunnen we nu de officiële ondertekening gaan doen, denk ik, hè Guido? Ja. We zijn hier zo net in het gemeentekantoor de overeenkomsten getekend voor de buurtsportcoaches. Naast mij staat Guido de Vries. Hij is de coördinator eigenlijk. Was het nodig om dit op te zetten? We doen het al een paar jaar in Winterswijk. De regeling bestaat al vanaf 2012, dus zo'n 3,5 jaar. Zeg ik, ja. Wat houdt die regeling in? Het is een regeling vanuit het Rijk. En een rijksregeling, die willen eigenlijk dat zoveel mensen kunnen gaan sporten en kunnen gaan bewegen. Omdat het gewoon, het is gewoon gezond voor iedereen. En de regeling is juist bedoeld om daar combinaties in te leggen. Dus buiten je eigen tuintje denken. Zoals zwembad legt combinaties met de zorg of legt ze met zorginstellingen. Beweegwijze legt heel erg combinaties vanuit sport en met basisonderwijs. Het jongerenwerk zeg maar, legt de verbinding tussen jongeren en het voortzetonderwijs. Legt heel erg gewoon de verbinding zoeken met partijen. En niet alleen maar activiteiten aanbieden, maar vanuit verbinding. Maar ik bedoel eigenlijk met die vraag, er wordt dus nog niet genoeg gesport. Winterswijk doet het wel aardig goed als het gaat om sportniveau. Maar aan de hand van het onderzoek blijkbaar, het sportparticipatieonderzoek. Kijk, als je kijkt naar de jeugd bijvoorbeeld, 92% is lid van de sportvereniging. Dat is wel heel erg hoog. Maar je hebt ook de Nederlandse norm gezond bewegen. Wat inhoudt dat de jeugd 1 uur per dag moet bewegen. En daar blijkt dat 36% maar aan die norm voldoet. Dus daar is nogal wat winst te behalen. En dat is ook een van de redenen dat deze buurtsportcoachregeling gewoon een hele mooie manier is om daar invulling, handjes en voetjes aan te geven. En ervoor te zorgen dat de jeugd meer kan en gaat bewegen. Wat zijn de partners? De partners zijn Beweegwijs, die gaat zich met name richten op het onderdeel jeugd van de basisschool. Sportjongerenwerk, die gaat zich richten op jongeren in het voortzet onderwijs. En Stichting Zwembaden Winterswijk, en die gaat zich met name richten op de doelgroep senioren 55+. Zijn er nog meer doelgroepen? Er zijn wel meer doelgroepen, maar niet waar wij ons specifiek op gaan richten. Echt, de jeugd was veel winst te behalen. En we vinden de doelgroep senioren een belangrijke doelgroep om daarop in te zetten. En daarom is echt gekozen voor deze doelgroepen. Oké, we zullen zien na 2 jaar of het gelukt is. Ja, ik ga eruit van wel. Dus ik heb heel veel vertrouwen in de partijen waar we de samenwerking nu mee aangaan. Het zijn allemaal wel bekende partijen van de gemeente. De eerste overleggen zijn er geweest. En het commitment is daar gewoon uitgesproken om er echt samen wat moois van te maken. Elke partij heeft echt zijn eigen expertise wat ze met elkaar meebrengen. Dus ik denk dat we, ik kijk in ieder geval heel enthousiast uit naar deze start. En ik heb er heel veel zin in met elkaar.